Maar liefst 20 miljoen Fransen, dat is 1 op de 3, dat is veel, hè, zijn al naar de bioscoop gegaan voor de film Intouchable. De hitfilm gaat over een Parijse miljonair die verlamd is en zijn Senegalese verzorger uit de banlieue afkomstig. Ondanks het grote cultuur- en klassenverschil ontstaat er een hechte vriendschap tussen de twee mannen. De film is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van de Franse aristocraat Philippe Pozzo di Borgo. En hij was een succesvol ondernemer en grondlegger onder andere van het merk Louis Vuitton. Maar raakte bij een sportongeluk verlamd. Morgen gaat de film in Nederland in première. Wij bespreken het met Mark de Hond en Annemarie Havenkamp. Annemarie, jij bent journaliste onder andere voor NRC Next. Daarin schreef je een groot stuk met de man die dit verhaal opgeschreven heeft. Ja. En die het ook is overkomen. Ja. 1 op de 3 Fransen gaat naar deze 22. Wat is het dat heel Frankrijk in de ban is van dit verhaal? Hij legt het zelf uit als volgt. Hij zegt, we zijn allemaal gehandicapt. Hij is de gehandicapte man waar het over gaat. Maar hij zegt, we zijn allemaal gehandicapt. We zitten in een crisis. Iedereen is onzeker. En als je deze film gezien hebt, dan heb je een stukje gezien van de oplossing. En hij zegt, de oplossing is de ander. Je moet het samen doen. We zijn veel te individualistisch. En als je het samen doet, kun je alles aan. Dat is eigenlijk heel kort het goede nieuws wat hij vertelt. Want dat is het, hè? Het is een feel-good movie. Het is een man die iets verschrikkelijks overkomt. Ja, hij raakt totaal verlamd. Ja. Hij geeft hoop, hij geeft inspiratie. Ja. Het is eigenlijk een lichtend voorbeeld, zou je het klinkt wrang. Ja. En in vriendschap, maar ook in levenskracht, etc. Maar het is een comedy. Het is een ontzettend grappige film. Je ligt in een deuk. Ja. Je ligt in een deuk? Ja, absoluut. Nou, en de hele zaal, hè? Even de trailer. Comment vous vivez l'idée d'être un assisté? Ça vous gêne pas de vivre sur le dos des autres? Ça va, merci, et vous? On pensait que vous seriez quand même capable de travailler? Vous en avez de l'humour. J'aurais tellement que je suis prêt à vous prendre à l'essai pendant un mois. Je parie que vous tiendrez pas 2 semaines. Non, mais vous avez fini de jouer, non? Eh, mais en fait, vous sentez rien du tout, là. Bon appétit. Eh, s'il vous plaît. Oh, dites-moi, vous n'avez pas envie de prendre le large? Vous voulez vous barrer, c'est ça? Et on va où? Respirez, hein. Ja, Mark, hij heeft er een boek over geschreven. Dat heb jij ook ooit gedaan. Over wat jou is overkomen. Want jij zit ook in een rolstoel. Dat had je ook liever niet gehad. Daar kan je zelf helemaal niets aan doen. Herken jij iets in... Is er een parallel tussen deze twee verhalen? Ja, nou gelukkig heb ik... kan ik mijn handen wel gebruiken. Ik heb een dwarslesie die lager is. Dus wat dat betreft is er wel een verschil. Ik heb het eerste jaar dat ik deze situatie kwam, heb ik niet voor mezelf kunnen zorgen en ben ik afhankelijk geweest van anderen. Dus eigenlijk vooral die periode herken ik wel. En daarnaast, ja, er zijn ook andere. Hij voelt niks op zijn benen. Dat heb ik ook lang gehad. Ik voel nu nog steeds heel weinig. Gelukkig heb ik niet iemand gehad die er hete thee overheen ging gooien. Dus ja, het is wat dat betreft, ja. Maar hij krijgt... Nou ja, elke Fransman wil deze film zien. Dat is de reactie op zijn werk. Jij hebt ook ontzettend veel post gekregen. Nog steeds volgens mij op het boek wat jij geschreven hebt. Ja, ik krijg... het boek is nu 4 jaar geleden uitgekomen. En ik krijg nog steeds wel mailtjes van mensen die dan... bijna elke week is het nu. In het begin was het elke dag. Van mensen of revalidatiearts worden en mijn boek hebben gelezen. Of iemand die net zelf in zo'n situatie is gekomen. En dan gaat lezen wat staat me allemaal te wachten. Dus het is wel fijn dat mensen daar iets aan hebben. En ik denk ook dat als er films... Nou, ik zeg niet meteen, ga mijn boek... Ik zeg wel, ga mijn boek filmen. Ja. En nou ja, goed, het schijnt voor de oplage ook goed te zijn, inderdaad. Ja. Maar het is goed als er dit soort films worden gemaakt. En dit is deze man is qua... Waarom zeg je het is goed? Omdat... Nou ja, ik denk dat wat onbekend maakt, maakt onbemind. Als je het nooit ziet, dan is het iets waar je van schrikt. En op het moment dat je het vaker op tv ziet... en zelfs in een comedyfilm, dan word je er misschien ook minder bang van. Ja, je wil dit niet hebben. Maar merk je wel eens dat mensen angst hebben voor jou omdat je in een rolstoel zit? Want ze vinden het moeilijk om erover te praten? Nee, ik denk dat vooral de eerste reactie als ik mensen tegenkom, dat ze dan bang zijn om iets verkeerds te doen. Van of te veel te helpen of te weinig te helpen. En dat is ook hartstikke moeilijk, want je hebt dus mensen die een handicap hebben. Dat op het moment dat je ze gaat helpen, dat ze zeggen, ja hallo, ik kan het zelf toch? Of dat ze juist niet helpen en dat ze denken, hallo, je ziet toch dat ik hulp nodig heb om die deur open te krijgen. Dus als ik op een deur afga en er loopt iemand voor me, dan zie ik al die vertwijfeling van, wat moet ik doen? Ja. Maar goed, jij bent natuurlijk veel in de media en jij straalt natuurlijk buitengewoon veel energie en zelfs blijdschap uit. Dat is natuurlijk een voorbeeld voor velen. Dat is deze meneer ook geweest. Ja. Dat is natuurlijk wel een parallel die opgaat. Laten we kijken naar een scène. Annemarie, jij koos voor scheren. Ja, ik koos voor scheren. Want?
Wat ik mooi vond aan deze scène, hij is ontzettend grappig. Maar ook, je ziet het vertrouwen. Die hele film gaat erover dat die verlamde man zelf niets kan. Dus die is volledig afhankelijk van de andere donkere man. En hier zet hij hem een beetje voor gek. Maar je weet dat de Philippe vertrouwt erop dat het goed komt. En dat is ook steeds die boodschap van de film. En ze doen het samen en ze komen er allebei beter uit. Oké. Okay. Je me suis appliqué. Ik peux ouvrir les yeux. Oh, l'horreur. C'est atroce. Non, ça vous va bien. Oh non. Non, non, non. Mais là, regardez, gilet en cuir, là, sans manches, bracelet à clous, petite casquette de Philippe Village People, un peu. Ah non, j'ai trouvé José Bové. Vous avez la même tête. C'est très chelou. On dirait un prêtre orthodoxe. Un pop. Ça vous fait rire, moi. Bah, quand même. Parce que je pense au tétra nazi. Ça devait être bizarre pour faire le salut nazi, là, comme ça. Bon, ça y est, vous êtes bien amusé. Enlevez ça. Ja, laten we even kijken naar de. Want dit is uiteraard een acteur. Naar Di Borgo zelf. Dat is natuurlijk een aristocraat, een bekende Fransman. Ja, en zelfs in de mondiale beaumonde zeer bekend. Want Louis Vuitton, champagnemerken, hij beheerde. Dat Louis Vuitton was overigens door zijn opa opgericht. Oké, okay, maar goed, hij heeft er iets mee te maken. Jazeker, hij was baas van Pommery. Aristocraat. Ook niet gek, nee. De champagne. Ja. Ah, oh, voilà. Nou, zo iemand dus. Tu me sortiras l'ordinateur? C'est devenu son nouveau rituel. Depuis la sortie d'Intouchable, Philippe Pozzo di Borgo et son nouvel aide-soignant reçoivent plus de 150 emails par jour, des messages d'inconnus bouleversés par le film. Je fais ça toute la journée, je réponds toute la journée aux mails. On a à peine le temps de verser sa larme que la vanne suivante, on rigole. Donc je vois sans arrêt des gens qui pleurent et qui rient en même temps dans ce film. Et c'est ça qu'il fallait faire, c'était très bien. Ja, jij hebt hem gesproken, hè? Ja. Ja, hij is geweldig. Hij is heel inspirerend. Vond ik echt. Hij gaat nu een standbeeld krijgen, denk ik, in Frankrijk. Ik denk het. Als 1 op de 3 Fransen. Dat kunnen wij ons nauwelijks voorstellen. Dan gaan we dus in Nederland 7 miljoen mensen. Nou, hoeveel mensen hebben we inmiddels? Ja. Precies zoiets. Ja. Maar los van dat ik vind dat emanciperende, waar we het net over hadden, dat vind ik nog veel beter dan dat het een kassucces is. Ik bedoel, dat is mooi voor die filmmakers en mooi voor het boek. En maar dat zegt hij zelf ook. Daar hebben we het ook over gehad. Want je hebt in gehandicapte land, dat weet jij ook, heb je nou eenmaal uithangborden nodig. Mensen met invloed. Hij is een man met invloed. Hij heeft een netwerk. En nu zet hij zich in voor die gehandicapten. Dat is fantastisch. Ja, doet hij heel goed. De scène die Mark wilde laten zien is een hele andere. He? Ja, ze rijden wat te hard. Dat kwam jou bekend voor, toch, of niet? Misbruik maken van je handicap, of niet? Nou, ja. Dat kan ook namelijk. Nou ja, eigenlijk was het tegenovergestelde. Ik was aan het keren op de Overtoom en dan heb je zo'n trambaan waar ik eigenlijk elke week wel een keertje overheen keer. Maar dat schijnt niet te mogen. Dan komt de politieagent achter me aan die zegt, jij mag daar niet keren. En vervolgens ziet hij eerst mijn rolstoel en daarna mijn blauwe kaart, dat ik een gehandicapte kaart heb. En vervolgens zegt hij van, oh, ik geef je geen bekeuring, want je hebt een handicap. Dus hij wil alweer weggaan. Dus ik wou in eerste instantie, omdat ik niet gediscrimineerd wilde worden. Geef mij die bon. Ja. Heb je dat gedaan of niet? Nee, ik dacht, dat is wel goed zo. Ja. Nou, oh ja, de scène die ik graag wil zien is, ze rijden veel te hard. En dan gaat hij, de man met de handicap helpt hem eruit. Il peut pas sortir. Il peut même pas ouvrir la porte là. Qu'est-ce que tu racontes là? Mais regarde le chien là. Il y a un fauteuil roulant dans le coffre. Il est paralysé, je te dis. Va vérifier. Va voir. Dis doucement, lâche là. Lâche-moi. Ouais. Alors? Tu crois quoi là? Tu crois que je roule à 180 comme ça là sur l'autoroute pour m'amuser? Oh. Mais j'étais en route pour l'hôpital, il y a pas d'eau. Je travaille pour lui, il est en pleine crise là. Plus on attend, plus il est dans la mer. Il peut rien bouger, il peut rien faire. Je suis là pour ça. Je crois qu'on a un problème là. Vas-y, réfléchis. Réfléchis, la clamse. Bon, allez-y, perdez pas de temps, allez-y. Ah, had net even door moeten gaan. Ja, hij mankeert, ja. Hij mankeert inderdaad niks. Hij blijft gewoon even een beetje zitten spugen om moeilijk te. Ze zitten nu heel hard te lachen met z'n tweeën in die auto. Ik begrijp het. Annemarie, dit is in Frankrijk dus een doorslaand succes. Is het een typisch Franse film? Want de thematiek is natuurlijk universeel. Alleen, het is een hele beroemde Fransman. Dus Frankrijk kent zijn zonen. Nou, zo bekend is hij nou ook weer niet. Het is allemaal van adel. Maar het is nu ook al in Duitsland. Hebben ook al 5 miljoen mensen die film gezien. En in België komt hij ook. En nu is hij in Nederland. Dus ik denk niet dat het een typisch Franse film is.
Okay, maar het is wel een taboe doorbrekende film, ik denk overal. Want ik heb nog niet eerder meegemaakt dat er zoveel mensen zaten te lachen om een meneer die zijn handen niet kan bewegen. Mm-hmm. Ja. Dat is echt nieuw. Sarkozy, de president, althans, ja, dat is hij nog steeds. Geen enkel misverstand erover. Ontving de hele ploeg. Dat zegt ook wel wat, hè? Ja. Gewoon ontvangen op het Élysée. Ja, meneer Di Borgo zelf, Pozzo Di Borgo, die kon niet die dag. Dus hij was gewoon moe, want hij is ook gehandicapt en niet even fit altijd. En hij dacht, het is de president, maar... Hij dacht, ik ga gewoon niet. Ja. Dus hij is niet gegaan, maar de voorzitter van zijn stichting is wel gegaan. En ze hebben daar toen een rapport neergelegd met wat zij willen. Kleinschalige woonvoorzieningen. En dat heeft meneer Sarkozy meteen gehonoreerd. Slim. Dus ja, het is verkiezingstijd, ook. Maar goed, laten we even kijken. Ja. L'équipe du film Intouchable, invité de Nicolas Sarkozy. Le film a dépassé les 13 millions d'entrées. Candice Mahaud, vous êtes en direct de l'Élysée. Alors toute l'équipe, sauf un acteur, hein, et pas des moindres, Omar Sy, qui est absent. Exactement. Tout le monde est arrivé peu avant 13h. François Cluzet en tête. Il est resté de marbre. Il était très élégant. Il était accompagné de sa jeune épouse. Et il, voilà, il n'a pas voulu dire un mot, mais il avait l'air quand même assez heureux. Le plus gros succès de l'année devant les Harry Potter et autres, rien à déclarer. Nous attendons à la sortie. Peut-être aurons-nous plus de chance et nous aurons peut-être quelques mots de François Cluzet et de l'équipe. Ja, en Mark noemt meteen het woord PGB. We zitten meteen midden in de politiek. Maak je standpunt. Ja. Persoonsgebonden budget. Ja, precies. Want, schande. Dat heb je als uithangbord. Ik krijg dus allemaal tweets en mailtjes van Mark, de PGB wordt afgepakt. Zeg er eens wat van. Maar ik heb helemaal geen PGB zelf. Dus ik weet er ook niet zo veel van. Wij wel, maar ik wil jij wel. Ja. Misschien moet jij het dan wel zeggen. Maar dit wat nu in Frankrijk ingevoerd wordt, PGB, dankzij PGB, persoonsgebonden budget, kunnen mensen in Nederland zelf hun zorg inkopen. Dus kunnen ze zelf, niet afhankelijk van een ambtenaar die dat allemaal toewijst, maar je krijgt gewoon een bedrag en dan regel je het zelf. Zeker. Dat gaan ze er in Nederland uitgooien. En daar krijgen heel veel mensen heel veel last van. Nou, en hij zei het. Hij vertelde tegen mij van, wat we moeten doen is het geld dicht bij de gehandicapten zelf brengen. Toen zei ik, nou meneer, we hebben een mooi PGB, een mooi systeem in Nederland. Hij zei, dat is nou precies wat ik bedoel. Ik zei, nou, dat is nou precies wat ze in Nederland weg gaan halen. Ja. Oké, zijn we toch politiek geëindigd? Misschien is die film dat ook, want dan is die film echt alles. Dan is het feel good, dan is het hoop, liefde, kracht, energie, inspiratie, politiek. Voilà. Voilà. Dankjewel. De film Intouchable is vanaf morgen te zien in de bioscoop. Heel iets anders. Het collectief Bike Riders, een clubje schrijvers dat gek is van wielrennen, neemt deze week een cd op met nummers over de koers. Te horen zijn onder andere Guus